Brit Dekker, bekend geworden door haar frequente optredens in het voormalige vlaggenschipprogramma van Matthijs van Nieuwkerk, De Wereld Draait Door, heeft een interessante kijk op de recente onthullingen omtrent het programma. Haar carrière kreeg inderdaad een impuls door haar verschijningen in DWDD, waar ze een soort van televisie-adoptiedochter van Van Nieuwkerk genoemd werd. Toch blijkt uit haar recente opmerkingen dat hun relatie voornamelijk professioneel was, zonder veel persoonlijk contact buiten de opnames om. In een gesprek met Wilfred Gené op BNR onthulde Dekker dat ze van Nieuwkerk nooit echt buiten de opnames heeft gesproken. Het was meer een routine van uitzendingen, wat bitterballen en wijn, en vervolgens weer door naar de volgende keer. Er was geen sprake van een vriendschap buiten de studio. De recente onthullingen over DWDD lijken dus geen directe impact te hebben gehad op hun relatie, aangezien er niet echt een persoonlijke band was om op af te knappen. Interessant is dat Dekker wel haar waardering uitspreekt voor Rob Kemps, die van Nieuwkerk blijft steunen ondanks de controverse. Ze benadrukt het belang van loyaliteit, zelfs wanneer een vriend in zware tijden verkeert. Dit lijkt te illustreren dat, ondanks eventuele onthullingen, er nog steeds mensen zijn die trouw blijven aan van Nieuwkerk. Dekker lijkt ook een zekere mate van mededogen te tonen voor van Nieuwkerk, van mening dat hij zijn straf heeft gehad voor zijn daden. Ze wijst erop dat hij zich al geruime tijd in een soort van zelfopgelegde ballingschap bevindt en dat hij al veel heeft geleden door schaamte en andere persoonlijke omstandigheden. Ze pleit voor een zekere mate van vergevingsgezindheid, ondanks de ernst van de situatie. Hoewel er mensen zijn die wraak lijken te willen nemen op van Nieuwkerk door meer onthullingen naar buiten te brengen, lijkt Dekker van mening te zijn dat het tijd is om verder te gaan en de zaak af te sluiten. Ze impliceert dat het dreigen met meer onthullingen niet productief is en dat het beter is om het verleden achter zich te laten. Al met al lijkt het erop dat Dekker een evenwichtige benadering heeft van de situatie rondom van Nieuwkerk en DWDD. Haar opmerkingen getuigen van een zekere mate van begrip en mededogen, terwijl ze tegelijkertijd ook realistisch blijft over de ernst van de situatie.